Wat zijn nu de beste LED-spots voor in het plafond? En dit is het vertrekpunt. Weliswaar LED-lampen, maar in hele oude armaturen waar vroeger echt gloeilamp in zaten, sorry. Met wel een dimbare bediening, maar je ziet het al. Nu niet meer goed, ze gaan zelfs knipperen. Ze knipperen iets minder in werkelijkheid dan op de video, maar ja, de interferentie van de camera, zeg maar, laat hem heel erg knipperen, maar hij knippert in werkelijkheid ook een beetje, dus niet goed. Dus wat moet je doen? Nou, een paar dingen. Heel praktisch, als je niet compleet het plafond opnieuw wil stukken, dan moet je de opening hebben van het plafond. Dus dat betekent even loshalen, even de maat opmeten. Dan positie bepalen, wil je nog meer LED-spots? In dit geval wordt hier de keuken gerenoveerd en komen er LED-spots bij boven het keukenblad. Hoeveel licht heb je nodig? Hè? Dus de opbrengst, de watts, de breedtestraal van het LED. Want de ene LEDje die straalt recht naar beneden, het andere LEDje die straalt heel ver naar buiten. En sommige LEDs die stralen soms wel echt gewoon bijna in de gehele breedte. Het is echt wel mooi. Merk, dat hangt dan ook even aan budget. Natuurlijk denken sommige mensen aan Philips Hue LED-lampen. Super mooi, bedienbaar met je telefoon en met de tablet. Je kan alles koppelen aan elkaar en combineren met de complete woning. Maar goed, heel kostbaar. Mijn persoonlijke mening is wel heel erg kostbaar. En bedenk ook echt of je het nodig hebt. In dit geval niet nodig, want ja, wanneer ga je het nou echt gebruiken? Als je gewoon LED-spots in het plafond hebt, gewoon kunt bedienen met een mooie schakelaar aan de muur, in mijn ogen toch het meest praktisch. Maar sommige mensen willen een compleet slim huis, dat je ook een koelkast hebt met een scherm, een afzuigkap met een scherm, de oven die een schermpje toont en misschien ook wel een vaatwasser, in de toekomst misschien ook wel de kraan. Alles connected met elkaar, zodat je het echt vanuit de trein al allemaal kunt bedienen. Ik ben daar een beetje niet behoudend in. Ja, misschien ook wel. Ik geloof heel erg in dat een huis er voor jou moet zijn. Je moet jouw leven makkelijker maken, maar ja, sommige dingen gaan gewoon te ver. Ik geloof echt niet in een afzuigkap met een slim scherm die dingetjes gaat vertellen. Want dat veroudert weer. Ik geloof veel meer in, denk ik, gewoon ja, weliswaar schermen in huis, maar niet zo op ieder apparaat. En ja, alle lampen bedienen is op zich wel handig. Ik denk wel dat je zoiets kunt instellen van ja, dat het energie bespaart door ze tijdig snel uit te zetten. Tot hier bijvoorbeeld een tijdschakelaar in zit. Zoiets. Maar goed, connecten met elkaar kan ook, ik zie het in sommige situaties wel heel goed toepasbaar zijn, maar in plekken waar lampen tijdelijk aan zijn, zoals in een keuken in dit geval, niet in een woonkeuken, maar dit is gewoon een hokje, als het ware, een ruimte van een keuken. Ja, daar zie ik het dan net wat minder. Maar goed, laten we ze even eraf halen. Dus nu gedemonteerd, je ziet het, het is echt een, ik denk dat hij zelfs het museum in kan, zo oud is die. En dat is natuurlijk vaak mijn oude keuken, je ziet wel een schakeldraad op zich, geen stoffen draden, gewoon een knopje daar, weliswaar een blokje in de steenwol. Dat vind ik wel qua brandgevaar best wel een probleem, dus daar gaan we iets aan doen. Dan gaan we eens even kijken wat voor goede lampen nodig hebben. Dus, in de volgende video gaan we weer verder. Abonneer je ook op dit YouTube kanaal, waardeer hem alsjeblieft met een duim, dan zou je ons kanaal heel erg helpen, zou ik heel erg waarderen. En ook andere mensen gaan daardoor eerder onze video's vinden, waarbij we mensen kunnen helpen met nieuwe lampen, nieuwe keuken, nieuwe badkamer, nieuwe kozijnen, alles in het huis, ook beter isoleren. Wat we ook hier gaan doen trouwens. Een complete renovatie van woningen tot en met relatief kleine klussen, zoals hier in de keuken. Dus bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je had je er iets aan en waardeer je met een duim.